Ik ben eigenlijk een best wel slechte YouTuber als het gaat om zulke spelletjes. Ik heb even gekeken hoeveel afleveringen bijvoorbeeld Markiplier van dit had gemaakt van The Joy of Creation Story Mode. En hij had er zo 7 of 8. Ik heb er al 5 en ik heb nog niet eens een derde deur. Ik moet de living room halen. Dat ga ik ook proberen. Ik ga mezelf een uur de tijd geven om te halen. Als ik het niet haal, dan weet ik het niet. Dan hebben jullie waarschijnlijk geen video. Ik wens me heel veel succes. En ik ga mijn best doen. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Oh shit. Nee. Oké. We zijn... Oh, hadden we dit toen ook? En ik heb 1 keer... Ik moet opletten. 1 keer hebben we die in het midden gehoord. Oh, de spanning. Nee! Nee, dat kan niet! Dat kan niet. Dat klopt niet. Nu ben ik al helemaal klaar met dit spel. Ik heb die 3 keer gehoord. Ik dacht... Je moet... Als je die 4 keer hoort, komt die. Ik dacht dat ik... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Nee. Nu is al het moment dat ik helemaal klaar ben met dit stomme rotspel. Nu ben ik al zo gefrustreerd. Ragequit ik hem al, zit ik al van... Oh nee, mensen, maar... Jullie begrijpen niet hoe frustrerend dit... Ja, dat begrijpen jullie vast wel, maar... Ja! Ja! Oh! 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 Ja! Oh, maar... Oh! Oké. Even serieus, ik was de vorige keer zo dichtbij. Holy damn. Yo, ik heb al een half uur opgenomen en jullie hebben misschien er 4 minuten van gezien, maar dat maakt niet uit. The Haunted Woods. Increased paranormal sightings near the countryside sparks interest for a field investigation. Damn. Holy, we kunnen naar de nieuwe. The Office. Holy damn. Oh nee. Ah, we gaan deze proberen nu en... For years, oh. I've thought that what I saw was just a bad dream. Oh, what is this? Something that couldn't possibly have been real. Why would it? Monstrous beings coming to get a helpless child from the shadows, poking their heads out from under the bed, yeah, peeking through the closet. Just a usual nightmare for a kid, right? No matter how real it felt. Well, most of what came after is foggy. Felt more like a dream than the actual nightmare itself. Okay. Mom came to rescue me. Picked me up and carried me away. What? I was scared for my life. It was the scariest moment of my life, for sure. I've never been a crybaby, though. What? Even when I was a kid, people have told me they've never seen me cry. Or yell. Hoe dan? Or even scream. Hoe dan? Hoe? So even if I was terrified during all of it, I would have been silent the entire time. Whoa. But that was the strangest thing about that night. Even though I never made a peep, as I was being taken outside by my mother, away from the nightmare. What? I still vividly remember hearing my own screams. Oké, dat is echt de meest vage. Je huilt niet, je schreeuwt niet, je maakt geen angstgeluiden. Nick? What? Nick! Fuck. What the heck? What is happening? Wat gebeurt hier? This isn't real. Dit is wel echt. Just dreaming. Nee, je bent niet aan het dromen. Oh. Oh. Freddy? What? Freddy. What are you doing? What are you, Freddy? No! Oh, nee. Oh, God. Oh, wat is dit? No. What is this? Ja, precies. What is this? Somebody help! Oh! Nick! Wat gebeurt Nick, hier? Sam, where are you? Oh, waar lopen we ook langs? Wat is dit, joh, voor gekke... Gekke cutscene. En is hij streker achter hem of zo? Let maar op.
What is going on? Oh, dan gaan we naar de off. Meen je deze? Dan denk je hier veilig te zijn. De Monster Slayer. Monsters are around the house. Here's your trusty flashlight to slay them with. We hide from the monsters. They were mean to mommy. So we hid where you always tell us to hide. Much love, Nick, Sam, and Anthony. Nee, dat is niet waar. We moeten onze kinderen zoeken. What? Okay. X, continue. Ja. Space center, sit down, left click to interact with... It went in your office. Ik heb geen idee. X... Wat? Alright. Alright. It has been... I don't know, hours, days? I don't think it matters here anymore. All the clocks in the house have stopped. Whatever has brought them here must have done this too. Wat? Mijn muis doet het. Wacht even. What the fuck? Okay, daar zitten we. Alright. Alright. It has been... I don't know. Hours, days? I don't think it matters here anymore. All the clocks in the house have stopped. Wat? Wat heeft hij het over? I don't think the sun is ever coming up. I'm not crazy. Whatever has brought them here must have done this too. I don't know how much time has passed. I just know that I can't leave. They're waiting for me outside. Only here is safe. Okay. I've left these messages for myself too. Remember, help me remember what they do. How they act. I mean, now they all want to get inside, but Whoa, wat was dat? Wat deed ik net? We moeten eerst maar even luisteren naar het verhaal. Holy, dat was echt een innerlijke jumpscare. Come on, you can do this. I can do it, just... Okay, I'm using an old camera system I installed for fun and just a long time ago. Okay. I've only managed to recover 3 of the cameras so far, but this is more than enough. I can watch the animatronics coming near me with these. 3 monitors, 3 entrances. They haven't come in a while, but I know they'll be back soon. They become impatient, louder, faster. Especially Foxy. Oh, nay. Geen Foxy. Yeah, he's the one who's been tormenting me the most. Ja, maar Foxy is ook het irritantst. I don't know where he comes from. I don't know how, but he just appears near an entrance. I can hear him coming. He growls and scrapes at the door. I just watch him through the cameras, and he eventually goes away. So I need to look at him in the monitors. Okay. I guess he doesn't like being watched, huh? Freddy, he's here. I can see him. He's not like the others. He just stands there. He knows he can't get to me. He's just waiting. I don't fully understand, but I know he isn't giving up. If I want to get out of here, I need to find him. I just know it. He's the key to this. God, I can't stay put here. I need to fight for my family. Oh God, they must be so scared. Ja, ik ben ook bang. Ik zit te luisteren naar je verhaal. Okay. Wat? I have a flashlight ready with me. This might be suicide, but I need to try. If I see Freddy again, I'll just open up the door and flash his eyes as soon as he's there. Yes, I can't let him hold me down like this forever. Just hope this works out. If it doesn't, then I... Dat is zo'n gek verhaal, joh. Honey, kids, if you are hearing this, I love you. What? Hope you're safe. What? Oh, en ook gelijk die muziek. Wat is überhaupt hier de bedoeling? We moeten hier zo spectaten of zo? Kijk dan kunnen we de deuren open doen of zo en dan... Wacht, waar zit überhaupt die deur? Hè, we hebben 3 ingangen stond er net. Oh, dat is niet leuk. Kijk, we kunnen het dus zo doen en dan gaat het lichtje aan. Oh, dat is echt niet leuk.
Voor mij ben ik nog nooit zo snel gepakt in een Five Nights at Freddy's. Wat? Huh? Oh ja, maar dit is Foxy natuurlijk. En Foxy moeten we aankijken. En niet met het lichie. Oké. Voor mij gaat dit een hele opgave worden. Ik heb geen idee waar ik op moet letten. Ja, op deze camera's. Maar moet je zien, je kan die hele camera bewegen. Kan je de hele tuin in kijken. En dan zie je... Ja... Wat? En als dan Freddy er staat, moeten we met zaklampjes zo naar de deur toe en dan flitsen. En Foxy moeten we aankijken via de camera. Volgens mij. Dat is wat ik heb begrepen. Oh, wat? Hier gebeurde iets. Doe eens. Wat? Nou, zitten we weer achter ons bureautje. Ja, waarom heb je trouwens geen toetsenbord? Even terzijde in het hele achterlijke horror scenario. Je hebt geen toetsenbord in een office. Wauw, echt. Hoe dan? Hoe dan? Nou, in ieder geval, is hier al iets of zo? Dit zijn ook de enige dingen die we in de ga... Is dat Foxy? Ja, dat is Foxy. Wow, wat? Wat was dat? Dat was echt heel raar. Of ook... Ik begrijp nog helemaal niks van deze, joh. Van deze die we nu hebben. Ik zit echt van, wat doe ik? Dit is ook het enige wat we moeten doen, toch? Die camera's in de gaten houden. Wat was dat? Was dat een Freddy Beer? Waarom hoor ik van zulke geluiden? Is dat Freddy de Freddy de Beer? Oh, wie is daar? Oh nee, dat is Foxy weer. Wat? Maar Foxy kan dus ook in meerdere kamers staan, had ik net begrepen. Chica appeared again. Staying on the wall came back too. God, I don't know. It's just so horrifying. She just wriggles and writhes back and forth trying to get out of there. I know how to stop her though. Whenever she shows up, her cupcake, cupcakes, just appear in my room. Or next to my room. I've seen them outside the entrances sometimes. Anyway, they just appear. And if I flash them with the light, they go away. There's three of them, I think. And if they go away, so does she. She's slow. Gives me enough time to find them. But I don't know how many places they can hide, so... What? Search the room. What is this? I can do this. What moet ik hier nou doen dan? Oh nee, dit vind ik niet leuk. Oh, we moeten cupcakes zoeken of zo. Of wat? Nee, wat is dit? Kan ik naar jou toe lopen? Wat ben jij? Oh nee, hier is ook iemand. Wat? Ai. Nee. Ik begrijp er echt geen ene hond van. Wat we gaan doen is een volgende aflevering halen. Dat is mijn doelstelling. Ik ga me even verdiepen in hoe ik nou dit langzaam maar zeker kan gaan halen. Maar ja, ik heb niet geschrokken deze aflevering. Vind ik wel knap. Op een horror zondag, ja. Druk op blauw dat je wel eens genoten hebt. Klik hier op een andere video, abonneer. En laat gewoon 1000 duimpjes omhoog achter. Dat zal me super vet lijken. Deel het met iedereen. Klik op een andere video. Dat is alles wat ik wil zeggen. En als je dan niet klikt op een andere video, dan is het... Doei, doei mensen.